Goedemiddag is het alweer. En het is woensdag 24 juli 2024. En alweer een nieuwe Mautmijmeringen. Waar de tijd blijft, ik weet het niet. Volgens mij zat ik net met de vorige. En nu is alweer een nieuwe Jinky. En dat is Jinky 31. Van arrogance, arrogantie naar leadership. Naar humility, nederigheid. Nou, a big one. Waar ik ook heel veel mee heb, omdat ik natuurlijk trainingen leiderschap geef. Dus leiderschap, wat is een leider? Wat heeft een leider nodig? Wie is een leider? Wie is niet een leider? Hebben we überhaupt nog leiders nodig? Of kunnen we die zo de prullenbak ingooien? Hoe staat het met het leiderschap, met het management? Nou, natuurlijk voor mij hele interessante vragen die ik mijzelf ook steeds opnieuw stel. En zo al lezende en horende, waar ik zelf ook nog echt een stuk in te doen heb. Geeft niks, want we zijn allemaal lekker bezig. Dat houdt ons van de straat. Maar echt wel één waarvan ik denk, oh ja, arrogantie. Nou, die ken ik ook heel goed. Arrogantie gaat, want we zitten in het throatcentrum, hè, in het keelcentrum, dus het gaat ook heel erg over taal, over woorden. En met woorden kun je heel goed manipuleren. Nou, daar ben ik ook echt heel goed in. Hè, negatief gezegd. Want steeds als ik wat wil van een ander en ik gebruik daarmee woorden, ben ik eigenlijk aan het manipuleren. Heel eerlijk gezegd. En ik wil nogal wat. En van mezelf. Ik manipuleer ook mezelf. Hè? En ik manipuleer daarmee ook andere mensen. Niet met een slechte intentie. Van nou, dan ga ik die andere eens even een hak zetten. Of dan ga ik die andere eens even een hoek drijven. Heb ik wel gedaan trouwens hoor. Ik heb enorm veel gevochten met woorden, zeg maar. Dus ik heb ook die Jinkies 39 van Provocation. Dus ik heb enorm gevochten met woorden. Om de ander in een hoek te zetten, om zelf te winnen, om te manipuleren. Dus ook die herken ik volledig. Ik geloof en hoop dat ik die nu zelden meer gebruik. Want dat ik wel steeds meer besef van, goh, wat is eigenlijk de intentie met de woorden die je, ja, die je zegt. He, wat is je doel? Wat wil je eigenlijk bereiken met datgene wat je zegt? En misschien kun je wel meer bereiken door juist even niks te zeggen. En door even niks te doen. En mijn woorden zaten altijd heel vooraan in de mond. En soms lukt het mij om even niks te zeggen. Maud, nu wil je wat zeggen? Hou je maar even in. Laat het maar even gebeuren. Want de woorden gebruik je ook om controle uit te oefenen. Controle op de situatie, controle op de mensen. Dus daaronder, hè, onder controle, zit natuurlijk altijd angst. Zit angst en angst dat het misgaat. En ook angst voor het verliezen van verantwoordelijkheid. Ik heb natuurlijk ook als trainer, docent, een verantwoordelijkheid voor de groep. Een verantwoordelijkheid voor dat er wat geleerd wordt. Een verantwoordelijkheid dat er progressie zit in het een en ander. En die verantwoordelijkheid, en dan is het vaak de te verantwoordelijkheid, te overdone, die ervoor zorgt dat ik de controle wil houden. Al die kikkers in die pot. En dan kan ik nog wel eens misbruik maken. Weliswaar met een goede intentie, maar het pakt niet altijd goed uit. Door woorden te gebruiken die arrogant kunnen zijn, manipulerend kunnen zijn. Provocation, om de boel aan het draaien te krijgen. Om de boel aan het transformeren te krijgen. En ik merk zelf, hè, als ik bijvoorbeeld een nieuwe groep krijg en ik hoor zo wat dingetjes die er spelen, dan denk ik, oké, we gaan aan het werk. En dan wil ik, moet ik natuurlijk in heel korte tijd de boel omdraaien voor mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Want de mensen moeten toch het maximale halen uit hun training. En we hebben altijd tijd tekort, dus go, go, go. En dan wil ik nog wel eens manipuleren en de boel forceren.
En nou, daar kom ik steeds meer achter, Maud. Even een stapje terug, misschien ook naarmate ik ouder word. Maar ja, ik denk dat heeft ook heel veel te maken met deze Jinky 31. En arrogantie. Niet de arrogantie van, nou, kijk mij nou eens. Heb ik ook wel een beetje, maar. Want ik weet het allemaal, zogenaamd, want ik heb het wel meegemaakt. Heb ik ook een beetje last van soms hoor, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Dan zeg ik, nou jongens, ik hou nu weer op met mijn gepreek. We gaan nu weer verder met de les. Dus met die arrogantie heb ik ook zeker last van. En dat heeft ook echt te maken met stress en spanning en angst. Dus ik weet waar die zit. En het omdraaien soms, nou ja. Dus dit is echt voor mij een jinky in progress. Het is denk ik ook mooi te kijken hoe wij zelf worden gemanipuleerd. Want het gaat natuurlijk over het manipuleren van andere woorden die je gebruikt, maar ook hoe word je zelf gemanipuleerd. En dat zie je bijvoorbeeld in de massamedia, in alles wat er gezegd wordt. Nou, je hoeft maar aan de coronatijd te denken en we weten denk ik allemaal wel. Hoe we gemanipuleerd werden, vooral in angst. Dus het is ook mooi stil te staan over, goh, laat ik mijzelf manipuleren? En laat ik mezelf in een hoek drukken door te geloven wat een ander zegt? En je hoeft niet te geloven wat een ander zegt, daar gaat het niet om. Maar dat je wel steeds. Dat stemmetje in je hoofd houdt van, goh, dit is de waarheid van een ander. Dit is hoe een ander het ziet. Nou, hoe zie ik het? Ik ga ze even nadenken. Ik ga ze even mijmeren. Ik ga ze even contempleren over. En ik ga me ook echt inlezen. Hè? Ik ga ook zelf onderzoek doen in, goh, vind ik dat zelf ook? En daarin zijn we nog wel eens een beetje goedgelovig, naar mijn idee. Dan roept iemand wat en dan zegt iedereen, ja, dan gaat iedereen achterna. En soms dan denk ik, als ik nog eens even verder denk, van nou, hè, eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo. Of goh, prima hè, dat dat de waarheid van die persoon is. Maar nou, ik zie het net even anders. Of ik heb net even een ander perspectief. En dat kan prima aanvullend zijn hè, aan elkaar. Maar soms denk ik ook, en daar betrap ik mezelf ook op, van goh, Maud, dit is wel jouw mening, jouw waarheid. Een ander kan heel goed een andere waarheid hebben. Dat kan ik ook goed hebben. Ik hou ook enorm van feedback krijgen. En nou, Maud, nu eens even terug in je hok. Want nu ben je wel weer groen aan het blaten. Hè, daar hou ik ook van stevige feedback. Maar ik denk, ja, ga eens nadenken over waar jij je door laat manipuleren. En dat is eigenlijk steeds wanneer je de autoriteit legt bij een ander. Dus als je denkt, oh, die andere is deskundige, die moet het dus weten, dan geef je zeg maar ja, je gaat een soort van in je slachtofferrol zitten, want hij weet het of zij en ik weet het niet. En ja, dan laat je je eigenlijk een beetje manipuleren, want je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je keuzes. En natuurlijk baseer je je keuzes op de deskundigheid van een arts of van een jurist of van een vriendin of van een moeder en een vader. Natuurlijk hebben andere mensen ook wat te zeggen. Heel graag zelfs, hè? En uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid in jou, bij jou. Dus vandaar dat ik ook denk dat het leiderschap, het management. Eigenlijk een beetje een uitstervend ras is. En hoeveel, ik denk, we zijn een beetje doorgeschoten met dat zelfsturend of zelforganiserend leiderschap, want daar zijn we eigenlijk nog helemaal niet zo aan toe, denk ik. Maar ik denk wel, hè, en dan heb je het natuurlijk over Jinky 45 enzovoort, synergie, dat we daar naartoe gaan. En dat het leiderschap, ook bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap, waar ik zelf ook veel in doe. Nou, dat is een tijdelijke fase. Een tijdelijke fase van, goh, wie is er nou eigenlijk de baas over mijn leven? En ben ik dat nog steeds? Ik hoop het van wel. Of geef ik toch dat leiderschap over mijn leven aan een ander? En dat hoop ik niet. Of dat je
je omstandigheden de baas laten worden. Dus ik denk een hele mooie Gene Key, leiderschap. Ja, ik blijf het een fantastisch onderwerp vinden. Dus ik kan er nog veel meer over zeggen, maar gaan we niet doen. Dat we eigenlijk steeds meer gaan merken, waar we denk ik naartoe gaan, is dat we steeds meer ervaren, goh, wij zijn onderdeel van een geheel. En we zijn een pionnetje, niet een onbelangrijk pionnetje, zeker ook. Het blijft altijd goed om je eigen waarheid te spreken. Weliswaar meer vanuit je hart dan vanuit je hoofd, hè? Want in ons hoofd zitten de meeste angsten, oordelen, patronen enzovoort, maar juist vanuit je hart. En ja, als je niet echt naar binnen keert en jezelf niet kent, ken je ook je hart niet. Dus er is eerst een weg naar binnen, dan leer je je hart kennen en dan kun je ook echt vanuit je hart spreken. En ik denk, dan heb je ook het echte leiderschap te pakken. Want leiderschap gaat heel erg over, goh, wat is mijn waarheid? Wat wil er vanuit mijn hart naar buiten komen? En dan ben je eigenlijk meer een soort van voorbeeld, inspiratiebron. Dat een ander denkt, goh, wat leuk dat je dat zegt. Dan ga ik eens even, dat resoneert wel bij mij. Ik ga dus even over nadenken. He, hoe ik daarover denk, of hoe dat voor mij voelt, of enzovoort. He, dus meer een voorbeeld zijn, leiderschap, dan dat jij zegt wat een ander moet doen. Want dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dus ja, prachtig. En ik denk dan humility en nederigheid, dat daar ook nog heel veel rare dingen opzitten. Nederigheid is helemaal niet dat je jezelf gaat wegcijferen, want dat is eigenlijk, denk ik, dan de andere kant van arrogantie. He, ik doe er niet toe, niemand zit op mij te wachten. Nee, je bent hier, dus iedereen zit op jou te wachten en is heel benieuwd wat jij vanuit je hart hebt in te brengen. Dus ook een soort van, he, dat is dan die nederigheid van, ik weet het allemaal niet, ga jij het maar vertellen. Want dan kan ik doen wat jij wil. Hè? Daar gaat het ook niet om. Het gaat juist over die nederigheid. Ik ben er ook. Hè? In de massa van alles om mij heen. En ik speel een kleine rol. Ik speel mijn eigen unieke rol. Die ook vanuit mijzelf belangrijk is. Dat ik mij vanuit mijn pure zelf. Vanuit de beste versie van mezelf laat zien. Laat horen. Vooral laat zien, denk ik, die voorbeeldrol. En ik blijf altijd weten dat ik een onderdeel ben van het grotere geheel. En dat ik eigenlijk mijn eigen grootheid erken. Hè, want anders ga ik mezelf weer naar beneden halen. Ik erken mijn eigen grootheid. En ik erken ook dat er iets veel, nog veel groter is dan dat ik ben. En ja, dat we allemaal een prachtige lappendeken vormen. We zijn allemaal drops in the ocean. En in the ocean is ook de drop. Dat het eigenlijk wat meer over collectief leiderschap gaat. Van goh, wat is hier nou nodig? En daar heeft de ene mens natuurlijk meer affiniteit mee dan de andere mens. De ene mens, zeg ik ook altijd, is wat meer een geboren leider dan de andere mens. Heeft ook met de constellatie te maken. Heeft ook te maken met, goh, heb je visie? Vind je het ook leuk, hè? Dat heeft wat meer daarmee te maken dan, dan ga ik eens even met woorden zeggen. En eens even manipuleren en managen wat die andere moet gaan doen. Dat leiderschap, dat management is echt oud. En ja, nou ja. Ik denk dat we met deze juist meer mogen deprogrammeren, hè, dan programmeren. Hè, en ja, nou ja, woorden schieten tekort. Ik vind het een prachtige Gene Key. Ik heb hem niet in mijn profiel, maar ja, prachtig om het onderwerp leiderschap. Wie is er een leider van mijn leven? Hoe ga ik eigenlijk met woorden om? Hoe ga ik. Hoe uit ik me naar een ander? Hoe denk ik eigenlijk over mezelf? Hoe denk ik over het grotere geheel? Wat is eigenlijk de intentie met wat ik wil zeggen? Is mijn, hè, als je intentie niet liefde is, eigenlijk grofweg,
Als je intentie niet liefde is, zeg dan maar liever niets. Dat is eigenlijk een beetje mijn slotconclusie, maar ik heb dat niet altijd voor de bril, moet ik ook hier eerlijk zeggen. Maar ja, ik denk dat is het, er is ook zo gezegd, hè, is it kind, is it truth, otherwise don't say anything. En nou, misschien een mooie om deze 6 dagen eens na te denken over, goh, alles wat ik zeg. Ja, komt dat uit liefde? Komt dat uit mijn hart? Is het manipulatief? Laat ik me manipuleren? Voel ik me ook onderdeel van een groot geheel, maar ook voel ik mijn eigen uniekheid? En dat is ook echt een hele belangrijke, want ik zie ook heel veel mensen die zich te nederig opstellen van, nou, wie ben ik nou? En ik heb toch niks te zeggen. Nee, we hebben allemaal wat te zeggen, want we zijn allemaal hier. En dat zeggen hoeft echt niet altijd met woorden te zijn. Dat kan ook zijn door gewoon te zijn. Maar ja, je zit een beetje in het spectrum van arrogantie en te bescheiden, te nederig. En in dat tussenspectrum is het denk ik goed. En ja, dan klopt het denk ik ook. Nou, heel wat gebabbel. Ik hoop, ja, want daar doe ik het natuurlijk ook voor, dat jullie er ook wat aan hebben. En dat het met name, nou, stof geeft tot nadenken. Want ik denk, ja, daar zijn de Gene Keys toch voor. Dat het ons niet om de waarheid te verkondigen, absoluut niet, dat zegt Richard Rutte ook heel vaak. Maar wel dat het je stof geeft tot nadenken van, goh, hoe zit dat nou eigenlijk bij mij? En hoe kan ik, dat is mijn levensmotto, elke dag de beste versie van mezelf zijn. Nou, nu ga ik echt stoppen. Ah, hey, dank jullie wel.